Jereveen sjocht uit naar topper tsin Ajax. Voetballers LDODK schreeuwen historie. En ijshockeytalent Mark Hoekstra debuteert op WK. Dit is de sport van Peeskemandi, 9 april. Goeien en welkom bij Boppenslag. Grutfeest in Ter Wispel en de Gediek, dat de kwartballers van LDODK takom hier besiekje maaien op het hoogste niveau, de Kwartbal League. En dat is voor het eerst in de historie. Vierders ik nog Cambuur, dat naam het van de middenoptzin Willem II. En uw eigen draver Dirk Buitenzorg, hoe gaat het met hem? Je zag het dadelijk. Maar nu eerst voetbal. De beslissende weken komen aan voor sportclub Jereveen. De Veense speel je nog 6 wedstrijden. Komende sneun is NEC de tsinstander, maar de kraker is vanzelfs takom woensdag Jereveen Ajax. De Amsterdammers steen boppen aan met 4 punten meer als Jereveen, dat zegt de stiet. Het is ontnota een krankzinnige competitie waarin Jereveen gewoon nog meidocht om de boppers te plakken. Maar duels in de topclubs, dat wie ontnota geen succes. Vierde keer verleert Jereveen een duel met 4-1 in één van die topploegen. Er waart 2 keer met 4-1 verleert van PSV, 1 keer van Twente en ik in de arena waart het 4-1 in Ajax. Dat maakt dus oors. Ja, we hebben het er wel uitvoerig over gehad natuurlijk, wat er misgaat in zo'n wedstrijd. En ja, wat gaan we anders doen? Ik denk dat we ook in de wedstrijd, vooral als je de laatste wedstrijd terugpakt, PSV thuis, die we met 3-1 verloren hebben voor de beker. Ik denk dat het toen wel aardig stond. Ik denk dat de eerste helft 1-1 gespeeld. Waar we niet, zeker niet de mindere ploeg. Toen hebben we het na 5 minuten naar rust verspeeld. En ik denk als we met die instelling de wedstrijd ingaan, dat zijn we ook van plan, dan maken we een goede kans. We moeten gewoon spelen naar onze kwaliteiten. En met name als we de bal niet hebben, ja, dan moeten we nog langer geconcentreerd zijn en zorgen dat de tegenstander niet te veel ruimte krijgt. Het zijn allemaal van die termen aan- of afhaken voor de nummer 1 plaats, wij hebben het over. Maar ja, op zich zit het wel weer in. Want als je die wedstrijd wint, sta je op 1 punt van Ajax. Maar nee, wij zijn bezig met Europees voetbal en dan moeten we, als het zo naar huis ziet, vierde worden. Dus dan moeten we minimaal een punt gaan halen. Ja, daar wil ik niet te veel over hebben, over die nummer 1 positie. Is het ver weg of zo? Nee, maar ik denk niet dat het reëel is. Dat heb ik ook al eerder gezegd, dat is niet reëel. Maar ja, als je gewoon 6 keer wint nog, dan is het mogelijk. Maar nee, dat moet je het niet over hebben, vind ik. Wil je net bang te worden voor de Ajax? Nee, ik, volgens mij maak ik ook geen bange indruk. Nee. Ik heb zelfs laatst een beetje overmoedig na de overwinning bij Groningen geroepen van, nou kom erop Ajax. Ja, heb je dat overmoedig? Nou, dat was wel een beetje in het moment van de overwinning daar. Maar de woorden blijven gewoon staan. Dus laat maar komen. Jereveen mist in Ajax de nog heel tijd blesseerde Daryl Yamaat. Zijn plak wordt innaamd door Toke Smit. Jeffrey Gouwenleeuw traint Juurt net mooi, maar neffen Jans is hij de wensje gewoon bij. Ja, als hij er niet bij is, moet je altijd wel wat zorgen maken. Maar gisteren op de training kwam er een knie tegen een knie. En we houden hem vandaar uit voorzorg eruit. Maar ik ga ervan uit dat hij woensdagavond om 9 uur gewoon kan spelen. Voor Bas Dorst is het toch wel een beetje een speciaal duel. Vlinier woe hij naar Ajax, maar dat ging naar een arbitragezaak net terug. Misschien maar goed ik, want nou is hij bij Jereveen de topscorer in de Eredivisie. Weet je wie de topscorer is van Heerenveen in 1 seizoen? Ja, dat is al vers, denk ik. Ja. Weet je ook hoeveel? Die scoorde volgens mij 34. Dus ja. dat wordt een zware. Weet je ook hoeveel die erin heeft liggen na 28 wedstrijden? Nee, geen idee. 22. Dus die scoorde in de laatste 6 wedstrijden nog even 12 keer? Ja. Oké. Okay. Dat leek mij wel een mooi streven voor je. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Bastost. Waanzin dus, Jereveen Ajax en vaak binnen het spectaculaire wedstrijden, die ik vaak in het voordeel van Jereveen uitvallen. Of het nou gaat om fraaie doelpunten van Marcus Aalbeck, Klaas-Jan Huntelaar of Gerald Sibon, mooie wedstrijden wint haast altijd. Misschien wel de meest historische Jereveen Ajax zoent het patelle voetbal is die van oktober 2009. Jereveen is oppermachtig en wint maar wel eerst 5-1. Een briljante Van der Vaart scoort toch wel de 1-0. En had zelfs de 2-0 op de slof. Maar daarna is het gallery play van Jereveen. Gerard de Nooyer scoort 2 keer. Harken was de boys, let op. Een geweldige actie van Aalbeck prikt ik Romano Denneboom erin in. Maar de man van de wedstrijd is de Zweed, Marcus Aalbeck. Jereveen wint maar 5-1. En vooral de fjouwringen van Aalbeck. Onnemen tussen 3 man in en in zitten.
is een beauty. In 2004 werd zijn memorabele wedstrijd met dat doelpunten van de Finn Mika Vairinen. Maar vooral die andere twee goals binnen schitterend. Zoals deze van oud Ajax ziet Richard Knopper. En waar kende ze deen nog? Jesper Hakelsen op een uitraap van Boy Waterman brengt op een geweldige wijze de ijstaan op Fjouwer Ingen. 30 december 2004 is extra een historische wedstrijd. De sneeuwwedstrijd en de laatste wedstrijd van Klaas-Jan Huntelaar. Heerenveen speelde het Ajax van Wesley Sneijder Hiendol van de Motte. Door goals van Giorgio Samaras en Klaas-Jan Huntelaar komt Heerenveen verrest op 2-0. De Noor André Hansen en weer Giorgio Samaras brengen de stand op 4-0. Ajax scoort nog wat twee keer, maar Heerenveen wint met 4-2. Twee man letter speelt Huntelaar bij Ajax, scoort hij de tweede goal en wint zijn Ajax in de beker met 3-0. 29 maart 2008 wordt de wedstrijd van Soleimani. Allereerst, dat mag het worden, maar alles zit in. Soleimani rekt 3 keer de pil, 1 keer de latte en krijgt kans op kans. Soleimani scoort nog wel, maar Ajax wint met 4-2. De laatste overwinning van Heerenveen is van oktober 2008. Het is weer zo'n geweldige wedstrijd, met goals van Simon, Pranjic en deze knal van Roy Berends. Komende wage, Heerenveen Ajax. Bij Weenstakomage komt Heerenveen op maar 1 punt van koprinder Ajax. Maar zelfs is de volslijnde wedstrijd van Zitioen live te volgen. Vanaf Jelven Jongeren via Omroep Friesland Radio. Of via de livestream op uw Omroep Friesland app. Ja, en als je die beelden zag, dan krijg je echt zin om waans die Heerenveen Ajax. En sportclub Cambuur kon van de midden een goede slag slaan om de naaicompetitie veilig te stellen. Concurrent Willem II kwam op bezitten en bij een overwinning in de Leeuwarders die naaicompetitie haast net meer ontrinnen. Maar winnen is nog net zo makkelijk, want Cambuur mist een protte blessure spelers. Dit is de 12e minuut van de wedstrijd. Mark Heutjer, Maud Scott, Bizot, Lidem Lisse en dan Danny Guijs. Hij maakt het 1-0. De meeste taskogers zitten aan het eerst op hun plak, of het is al 1-0 voor Willem II. Danny Guijs, de man die het trei hier voor Cambuur voetballen. Vlini Roski in naam en nu voor het eerst weer waarom is, scoort voor Willem II. David Meul. Martijn Barto zet goed druk. Dan komt hier de mogelijkheid voor 1-1 Martijn Barto, maar het wordt wat te lang. En dan kan David Meul hem herstellen. En Martijn Barto liet de mogelijkheid lezen om Cambuur op 1-1 te zetten. Hij creëert de kans zelfs, toch feitelijk alles goed, maar shit net goed genoeg. Bob Schepers tikket hem terug naar Melvin de Leeuw, prima vastzet, weer Martijn Barto en weer liet hij de kans lezen. 200% mogelijkheden voor Martijn Barto, maar hij liet nooit om de stand weer op Lieke's hechten te brengen. Donny de Groot. Nooit Danny Guijs. Maakt hij er dan nog in? Nee, dit schot verpakt trof Marco Bizot. David Meul, maar de uitraap. Balsje trof, Michijan, Vosselman, komt Bizot. Nou, die komt wat heel en dan Danny Guijs in de naastjit. En het is 2-0. Communicatie flater achterin tussen Vosselman en Bizot. Uiteindelijk komt er vol uit zijn goal, Bizot. Maar hij had hem net lekker en dan, ja, Danny Guijs, hij docht het mooi. Daar kun je niet van zezen. Tweede helft dan, Matt Cambuur komen. Maar het is net bij machten om Willem II zeer te dwaan. Hier zit David Mulder, won naast. Maar Melvin de Leeuw kan de bal geen goede richting mooi aan. En zo verliest Cambuur zijn directe concurrent Willem II met 2-0. En is Danny Guijs met 2 doelpunten de grote man. Hoe kun je dat nou doen? 2 keer scoren tegen jouw club. Ja, excuses
voor alle mensen in Leeuwarden. Maar ja, voor mij persoonlijk wel heel lekker om zo terug te keren. Ja, jammer genoeg geven we de eerste helft geven we twee momentjes heel kinderlijk weg. Waardoor we achter de feiten aan komen te lopen. En is inderdaad de concurrent is op één punt genaderd. Het is een directe concurrent, dus ja, dat wil je natuurlijk op afstand zetten. En dat is natuurlijk alleen maar triest voor ons. Maar ik denk dat er nog niks aan de hand is. Volgende week gewoon weer een wedstrijd. Ja, dan moeten we gewoon weer vol aan de bak. Want dit moeten we gewoon goed maken. Want vandaag was vooral de tweede was niet best. Ja, morgen gaan we weer scherven rapen. En dan maar hopen dat we vrijdag weer volle bak kunnen spelen met elkaar. En we hebben nog 3 puntjes nodig. Dus die moeten we zo snel mogelijk proberen binnen te slepen. Cambuur zakken troch dit verlies naar het zegde plak 1 punt achter Den Bosch, dat Joet Wolvoen. Willem II komt dichterbij en stiet nu op 1 punt. Koprinner Zwolle wint van Fortuna Sittard en bleef Rian eerste, maar 8 punten vastsprong op Sparta. Takom Vreed speelt het Cambuur uit tegen de nummer 4, Helmond Sport. LDODK zorgde sneu voor een geweldige primeur troch als eerste Friese ploeg naar de Korfbal League te promoveren. In Papendrecht waart de haatklassefinale tegen Ofo Uit Maarsen met 22-20 woen. Het is de kroon op het werk van Gerald Aukes, die zijn ploeg in 6 jaar tijd van de eerste klasse via de oergangsklasse en de haatklasse naar het allerheerste niveau bracht. Een sfeerimpressie. De wedstrijd van het seizoen komt LJODK op voorsprong. Troch bouwers als Erwin Zwart, de topschutter. En de beginfase is prima, maar dit is een wonderbaarlijk mooie goal van André Zwart. LJODK pakt een 4-1 voorsprong. Maar het is Offo wat mij een tussenversnelling weer op Likkense hechten komt. Vijf gelijk. Even is er de spanning te zien aan de kant, want kan LDODK die klap opvangen? Nou, dat kennen ze zeker, want een zo'n 5 achterstand wordt omboegd in een 10-8 voorsprong. En het wordt bij het skoft nog mooier als Erwin Zwart trefzeker is. Trekjend zien de voorsprong van LDODK. Nog 30 hitte minuten te gaan. En Offo die had ek te krijgen met zenuwen. Een grote misser en dus het antwoord van LJODK aan de orenkant. Erwin Zwart zat toek als de bron, tilt het verschil weer naar grote hechters. En dat Offo dan ook nog strafworpen begint te missen, is dit de fase voor LJODK om terug te zetten. En dat docht de ploeg van Gerald Aukes. Erwin Zwart met zijn 9e treffer. Nog een kwartier te gaan en de voorsprong is 18-12. En dan longt die winst in de finale wel heel bot. Maar Offo is nog net verslijn. Ze kroepen dichterbij en het verschil rent weer om naar nog 3 goaltjes. En dus de kop en binnenkwaar, want zat dichterbij waar ze dit meisje vanzelfs net met het handen aan. Offo besiekert alles nog. Maar worden gigantisch onder druk zet door de verdediging van LJODK. En dan is het tijd voor de genadeklap. Het sterke punt van LJODK is de rust die ze bewaren. En het sjen naar de goede kansen. In dit geval voor Lotte van der Bijl. En het verschil is weer 5. 20-15. Offo met de laatste stoeptrekkingen. Komt nog een keer weer om, tot op 2 puntjes. En dan het allesbeslissende laatste moment. De oertreding van Offo, Jean Marion Visser en de strafworp voor Erwin Zwart.
op zijn recht, nummer 11. Het is ook zijn 11e treffer. Precies de helft van de totale productie van LDODK. 22 jongetjes. Rustig bluwen, zei Gerald Aukes. Die laatste 12 minuten maar we ook vol spiel die kennen. En dat slag het. LDODK had de primeur, de eerste Friese League club. Dat is, we hebben het hele jaar mee bezig binnen en als het dan op zo'n moment eruit komt, dan denk je, god, wat ben je tot een soort investeert. En tiesde weer een thriller en wij hier nog volle meer controle in de wedstrijd. Dus ik het volle noffelijker te coachen. Ja jongen, dat is geweldig. Had je in de finale gewoon alles erin zetten, dat is gewoon super. Een heerlijk gevoel. Ja, ja. Ongelooflijk. Ben je wordt baas, hè? Ja, we winnen echt baas. Voor de tijd zei onze coach Gerald, hij zei je moet rustig in de kop bloeien en fel in actie. En ik denk dat we dat goed, heel goed gaan doen. En ja, dan winst en dan beseft ze het gewoon het team. Dus dat is echt ongelooflijk. Volgende hier in de league, en dan komt hij weg. Ja, dan treffen we helaas Gerald niet als trainer, maar dan als tegenstander, als coach. Maar ja, mooi. Hier droom je van en dan komt het gewoon uit. Geweldig, echt heel mooi. We zitten hier gewoon van hier weg. We hebben Gerald dan bij cassette en wij gewoon hier. We zitten gewoon beide in de league. Dit is gewoon super seizoen. De eerste Friese club in de league? Ja, daar ben ik net zo wat mee bezig, maar dat is natuurlijk mooi voor de historie. Historisch besef dat komt door de PIE hier misschien wel. Maar we nu hebben de toekomst en nu hebben we feest. Feest. Komende sneeuwen is de huldiging in sporthal Kwartswegen op Gediek. Arun de Wieke, wie het WK ijshockey voor mannen onder de 18 op 10-11. Het Nederlands team won geen enkel de wedstrijd. Drie wedstrijden waren maar 1 punt verschil verlengd. De laatste wedstrijd was in Roemenië en daar winnen we bij. Speciaal voor een Friese ijshockeyer, Mark Hoekstra. Hij zit in het Jong Oranje. De jonge verdedigende Ruud Wolvegeer is een rijstig jongen, maar had wel ambities. Al 9 jaar speelt hij bij de Flyers. En haat nog lang zien nog net. Mark Hoekstra. Ja. Jullie verlaten het hotel, want jullie komen vanavond in actie, hè? Ja, tegen Roemenië. Ja. Nederlands team onder 18, ijshockey in Heerenveen. Dus voor jou een thuiswedstrijd? Ja, voor mij een thuiswedstrijd. Ja, ik speelde nu al 9 jaar. Wat maakt jou als verdediger zo goed dan? Ja, ik denk toch wel dat ik goed overzicht heb. Zeg maar goed spelinzicht. Ik heb gehoord dat je ook een vrij rustige speler bent. Ja, ik denk wel dat het klopt. Ja. Shots against goal is way down compared to last year. But shots on goal. Mark is wel jongen, we hebben op het laatste moment bijgevoegd. We hoorden wel goede verhalen van verschillende mensen uit Nederland. Dat hij was wel bij de Eredivisie team. En dat hij het mooi ontwikkeld. En we dachten, we geven hem wel een kans. En in die kans, een maand voor de WK, heeft hij wel bewijzen dat hij was wel eigenlijk goed genoeg om eigenlijk in de selectie te komen.
hele mooie, rustige jongen die zich de laatste jaren erg goed gedragen heeft en heel veel gegroeid is. Echte verdediger, sober, steady, stay at home, Bluetooth verdediger. Ik weet net hoe je dat in goed Nederlands zegt. Maar hij is gewoon een rustige jongen en dat is zijn ding. Ik denk dat als de jongen door blijft gaan en blijft spelen op dit hoge niveau, is dat hij kan uitgroeien tot een waardevolle kracht in het Nederlands team zelfs. Ik moet wat sneller worden, ik moet wat sneller kunnen starten, wat makkelijker kunnen draaien en zo, die snellere handelingen, zeg maar. Dat is nog wel belangrijk voor mezelf. Ja, het is wel mijn doel om in het eerste van Heerenveen te komen, ja. Ik deed zomer hard trainen daarvoor en hopen volgend jaar een basisplek krijg. Dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar als je één keer bij Nederlandse jeugd hebt gezeten, liggen daar misschien ook nog wel meer mogelijkheden? Ja, misschien wel, ja. Ja, dat ligt dan toch aan die coaches, zeg maar, wat die vinden. Ik zou die puck in de hoek oppakken. En op dat moment zat die speler ook al bij me. En toen, net al toen ik draaide, gaf hij me ook een goede check. Dan kwam ik iets verkeerd in de boarding. En is gewricht en schouder. Dus wat opgerekt. En zo eindigen de wedstrijd voor Mark Hoekstra en Roen Vreet te betiet. Die wedstrijd was trouwens verlen, maar 10-5. En dat is meer dan 1 punt. Het gaat goed. Maar juist Dirk, hij is nu al een jellier in training bij Sjoukje Wagenaar en maakt een soort vaderings. Er wordt zelfs al praat dat het net al te lang met Dwori zil. En dan zal Dirk naar de draafbaan van Wolvegeer. Om alvast wat te wennen aan die baan, Savier is het nog net, maar er nog flink traind worden. Om in Friesland met Gerrit. Wat? Dirk me naar de Torske dokter. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent de Torske dokter? Ik ben de Torske dokter. En zo Dirk, ik een beetje zenuwachtig geweest, want als ik vroeger naar de Toskendokter moest, dan wie ik bloednerveus. Ik was altijd bloednerveus vroeger, maar ik ben een hele vriendelijke tandarts. Maar zeiden ze dat net, alle jaar. Voordat u Dirk hier melden had, moet hij eerst nog even wat energie kwijt. En Sjoukje had wel een idee hoe ze dat oppakken zil. Nou, hij gaat hier voor de auto uit. En dat is eigenlijk een soort intervaltraining. En, welke auto? Die witte? Oh, onze trainingsauto. Die crossauto. Crossauto? Trainingsauto. Wat een bende in deze auto, Sjoukje. Bende? Hoezo? Dat lijkt al je biks en rotzooi. Ja, dat is dat heb Dikkie niet. En vaandoeken, Dikkie? Ja, dat heb Dikkie niet, dat heb ik niet. En ik ben heel netjes altijd op mijn spul. Je hebt nog net zo hut. Nee, ik heb nog net zo hut. Maar daar hebben we wel wat voor. Let op. Hoe hut geven we nou? Nou, dan moet ik even gas, Jan. Ik moet, 50 rieden om bij hem te komen. En ik moet eigenlijk even schakelen. Ja. Oh, wat gebeurt er? Hij zei net goed uit. Hij zei net goed uit, inderdaad. Wat gebeurde er, Sjoukje?
Nou, ik weet net, voor mij heeft hij een brilletje nodig, want hij is... Hij is keel. Hij miste de greppel. Hij moet naar de toskendokter en naar de e-gaat. Ja, dat loopt goed. Maar er is niks ernstigs, toch? Nee, hè. Nee. Dat is, ik ben een krekliedse ben. Hoe vaak vallen die wel net van de fiets of die meidje een missen kopperal. Dat is helemaal niet erg. In Spanje wappen ze ook wel met witte zakdoekjes, maar dan wordt er vaak de trainer ontslaan. Dat is niet goed, nice. Kleer? Helemaal kleer. Wat vond je het nou leuk, de of hij? Oh, ik vond dit wel heel leuk. Ja. En hij gaat best rap, hè? Ja, hij gaat echt rap. Als hij galoppeert, gaat hij naar volle hudder. Hij kan nog hudder? Dan gaat hij echt heel hud. Daarom is dat ik zo mooi, want dan krijg je natuurlijk een betere conditie. Maar wat is dan zijn maximum snelheid? Nou, ja, dat weet 80? Je... Tikt hij de 80 aan? Nou, hij tikt geen 80 aan, maar we gaan het wel proberen. Hey, en dit weer leuk, maar we hebben nog een verrassing voor hem, hè? Ja, daar zou hij ook wel blij mee wezen. Ik begin naar de tanden. Dirk voelt hier helemaal niks van. Dit doet echt geen pijn bij het paard. Hij zal zich eigenlijk een stuk lekkerder voelen. Maar dat zeiden ze vanzelf allier. Toch is deze toskendokter wel heel voorzichtig. Want hij is zelf echt benauwd voor de toskendokter. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, ik weet het niet, maar ik ben er echt bang voor het anders. Ja, verschrikkelijk. Ja? Ja. Dan kunt u zien, alles wat wit is, is eraf gegaan. Dus de haken zijn mooi af, alles is mooi zacht, mooi vriendelijk weer. De eerste kiezen zijn mooi afgerond, dat het bitter mooi overheen kan glijden. Mijn bit ziet, heb ik net ook al verteld. Zo heeft Dirk helemaal geen pijn meer in de mond. Dus ik kan het alleen maar een sjoukje liggen. Dank u, en dit was Dirk's eerste ervaring bij de paardenlanders. En meer kunnen we niet voor Dirk betekenen. Dit is het? Dit is het. Geen gaatjes? Geen gaatjes, geen gaatjes. Dus zou ik goed poetsen, 3 keer per dag. 3 keer per dag poetsen. Flossen? Flossen, ja. Oké. Tandenstokers. Goed. Ragetjes. En dan mooi Us Dirk weer naar de stal. En zit zijn eerste bezite onder toskendokter drop. En het voelt ons wel mooi. Dirk is die heeft geen angst voor de tandarts. Die was heel rustig en we hebben hem geen pijn gedaan. En Dirk gaat over een halfjaartje weer met alle vreugde en lol aan het anders doen. Ja, en wil je donateur van Us Dirk, stuur dan een mailtje naar sport@omroepfriesland.nl. En ontzag je deze bobbeslag, Tongensie, dan ben je er alweer met het bobbeslagcafé. En daarin deze keer beachvolleyballer Richard Schuil en zijn familie. Dadelijk is het nijs in Joert. Nog een heel noffelijke Joenta wensken. Doeg!